Weet je wat het was? Namelijk, ze heeft nog 7 seconden en nog 10 seconden extra omdat hij het in het begin niet deed. Zou het lukken dat we nog... De buurvrouw ligt op de grond, moet je eens kijken. Er ligt daar een buurvrouw, die ligt op de grond. Het is de buurvrouw, dat kun je wel zien. Maar goed. Kom erbij, kom erbij, kom erbij. Van overgrootvader Wavia, mijn overgrootvader Wavia, de grote kapitein. Ja, van het lopen. Oh. Ja, daar ben ik weer. Hallo. Zo, zal ik er eens even uitkomen? Natuurlijk. Op. Ik ben niet meer bang, hè, nu eigen huis. Ach, wel nee, het was hier. Nee. Want ik zit vast maar bij zijn kanon hierheen. De winnaar van de Margriet Kinder TV-prijs 1997. Daar ben ik bijzonder blij om. Het programma van RTL 4, Telekids. Zoeken met het vliegende bed, Bob. Tante Sousa, bent u daar? Welkom op het vliegend bed, Bob. En ik ben Tante Sousa. Tante Sousa, die maakt van alles mee. Ze vliegt op haar bed naar verre landen over zee. Sousa en Sassafrasse zijn weer op tv. Samen post voorlezen met een kopje thee. Sassafras heeft af en toe last van een grote mond. En Sousa heeft niet veel geduld, maar een hele dikke... Zeg, dat valt reuze mee, hoor. Sousa en Sassafras, heb je het al gehoord? Altijd zijn ze samen en altijd aan het woord. Ze ruzien en zingen over grote en kleine dingen. Uit hun hup op in hun sas, Sousa en Sassafras! Mr. Simon, look now, wave! Hello, we're up here on a flying bed! It's a very nice day to fly, isn't it, Mr. Simon? Oh, such lovely weather. Oh, a very good day to you all. Little clouds with your pokey noses. It's very nice to have you all watching us, the bunch on the flying bed, Bob. Ooh. Yes. That was very good. Thank you, yes. Auntie Sousa. I was just waving down with Mr. Simon. Oh, I missed you were there. But